Welkom bij Museum 105. Met uw gastheer René Kind. Dit keer gaan we terug naar het jaar 1934. Deze motorrijders zijn op weg naar de Zandvoortse Duinen om daar een motorbehendigheidswedstrijd te houden. De coureurs proberen off-road zo snel mogelijk een route door de duinen af te leggen. Dit trekt natuurlijk publiek, maar niet zoveel als het 25-jarig ambtsjubileum van de Haarlemse burgemeester Cornelis Maarschalk. Hij was van die 25 jaar overigens nog maar 15 jaar burgemeester van Haarlem. Hier wordt hij toegezongen door kinderen op de Grote Markt. En loopt er een stoet met vlaggen als eerbetoon aan hem langs. 3 jaar later, in 1937, stopte hij als burgemeester van Haarlem. De honkbalwedstrijd die u hier ziet is de allereerste officiële interland. Nederland speelt tegen België op het RCH-terrein in Heemstede. We gaan niet veel verder uitweiden over deze wedstrijd, omdat onze zuiderburen winnen. De uitslag was namelijk 12-21. Tijd voor leukere dingen. Ja, een feestje. In Zandvoort wordt een filmbal gehouden. De mensen zijn verkleed als filmsterren, zoals bijvoorbeeld Charlie Chaplin en The Invisible Man. Wie je blijkbaar wel kan zien, dat is die man met zijn hoofd in het verband, hier in het midden van het beeld. Naast muziek was er ook een modeshow, met uitbeeldingen van bekende scènes uit films en toneelvoorstellingen.